Riet. Riet. Zeggen we dat ze hun lichten aan moeten doen. De auto's moeten hun lichten aan doen. Moeder, ja. Kijk je hier nou gewoon doorheen of is het gewoon goed? Nee, je kijkt er doorheen, maar ik vind het wel goed. Maakt niet uit. Ja? Je kan er zwart bij doen. Of is dat too much? Kind, het geeft niet. Geef ze allemaal een lintje. Kan jou het schelen? Het hangt toch niet op een lintje? Hoi, hoi. Hey, dag lievertje. Ben je zenuwachtig? Ik weet niet waarom, maar... Ja, ik weet wel waarom, maar oké, het komt wel goed. En ze zijn er om? 1:15. Oké, dan zorg ik dat twee van die jongens daar staan bij die dat hij ze even ontvangt. Ja. Ja. Ja, het is heavy. Ik ga op reis, weg, ver weg, om degene die ik lief heb te verlaten en diegene die ik lief had terug te vinden. Dit is mijn ruilkaartje. En zelf bedacht, tot in de details eigenlijk, zelf besloten van ik wil een paas hebben, vlindertje. En ik heb voor een vlinder gekozen omdat heel veel mensen me vlindertje noemen. En ja, altijd wel mijn eigen weg proberen op te gaan. En nu staat het eigenlijk symbool ook voor zijn vrijheid. En ik ben nu word bevrijd van het lijden en de ziekte. En ik ga op een nieuw avontuur. Kijk, wat een sliert. Dit is het laatste stukje waar we Priscilla van weg kunnen brengen. En ze had gezegd, veel auto's, niet carpoolen. Want dan heb ik meer auto's. En het liefst zoveel mogelijk lawaai maken. Nou, dat hebben we gedaan. Het is ongelooflijk, een rij auto's achter. Ieder vriendje heeft zijn auto meegenomen. En ik hoop ook gewassen. Wat ik gezien heb, is het gewassen, ja. Ik heb echt van haar gehouden. Ja. Maar ja, weet je, ik wist dat het niet lang zou duren, maar ja, zo kort. Ja. Ik rekende eigenlijk op 30 jaar, zij zelf ook. Ja, dan is 25 eigenlijk te weinig. Gewoon door. Nee, er groeien ook bloemetjes omheen. Ja, het zijn viooltjes. Die hebben we laatst geplant. Echt? Ja, mooi hè? Heel mooi. Alleen, ja, ze zijn wel een beetje, nu hangen ze een beetje, maar... En de favoriete bloemetjes? Ja, zullen we deze er dan gewoon bij leggen? Ja. En het fotolijstje ook neerzetten? Ik zal het wel even laten zien. Hou eens vast. Dat is echt mooi hè, die foto. Ja. Zullen we hem gewoon in het midden zetten? Ja. Ze straalt op die foto. Ja, mooi hè? Ja, ze blijft toch altijd bij je, toch? Mm-hmm. Wat er ook gebeurt. Ja, knapperd. Hier was ze ook nog echt helemaal gezond. Maar het is 2 jaar, denk ik, voordat ze euthanasie pleegde. 3 jaar, denk ik. Volgens mij werd ze 21? Nee, 23, denk ik. Deze foto. Ik weet het echt niet, daar heb ik heel veel gezien. Maar ziet er daar echt nog gezond uit? Moet je zien hoe slecht het... Hoe snel... Ze is ook veel dunner gewassen, hè? Ja. Geworden. Ja, want zie je? Vroeger was het toch altijd een beetje dikker. Gezonde kop. Ik zeg doen. Zij zegt zo.
Nee, dat sowieso niet. Leuk, leuke foto. Er is wel gewoon een heel leuk, enerverend, gezellig, gek persoon weggevallen. Dus ja, dat gemis is ontzettend groot. Ja, want ze was zo in ons leven. Het was gewoon, weet je, soms besef je in één keer van, ze is er echt niet meer. Paars bloemetjes. Ja. Oh. Ja, en ze ligt bij de moeder. Ja, dat wilde ze zo graag. Maar ze zei echt, ik ga naar mijn moeder. Ja, het is goed zo. En het heeft er ook wel echt gerustgesteld dat ze dit graf heeft gekregen. Ja. Waar de moeder in heeft gelegen. Ja. Nou, zullen we er eentje op je drinken? Ja, en dan ook meteen op je moeder. Zullen we proosten? Ja. Op jou, op ons, onze vriendschap. Voor altijd, toch? Mhm. We leggen die leeg bij haar neer. Ja. Waar heb je pijn aan? Wees ook idee? Iets eten. Water. Ze komen zo met die medicijnen. Ja, is goed. Zullen niet meer tegen je praten. Mijn moeder is heel speciaal voor mij nog steeds. Toen ik 3 jaar was, kwam eigenlijk tot uiting dat mijn moeder ziek was. Mijn moeder ging heel erg afvallen. Ze had heel veel pijnen. En omdat ze niet wisten waar ze naar moesten zoeken, heeft ze heel veel onderzoeken gehad. En op het laatst kon ze niet meer lopen. Ze leed aan een ziekte wat toen nog eigenlijk vrijwel onbekend was. Maar daar zit dus in cardiomyopathie, een hartspierziekte, myopathie, een hartziekte. Lipodystrofie is een vetziekte waarbij het vet onverdeeld zit op je lichaam en in je lichaam. En spierdystrofie, een spierziekte. De ziekte van mijn moeder is erfelijk. En helaas heb ik de ziekte ook. Ja, levensverwachting is niet hoog. Mijn moeder is 31 geworden. En daar ging ik vanaf toen ook een beetje vanuit. Ik heb altijd gezegd, ik wil niet zo'n lijdensweg als dat mijn moeder had. Waar ik alle respect voor had. Maar ik heb geen kinderen. En ik heb rekening mee gehouden van, ga geen kinderen nemen. Want ondanks dat het misschien niet ziek zal worden, weet ik ook hoe het is om je moeder op jonge leeftijd te verliezen. Dus de ziekte beïnvloedt je hele leven eigenlijk. Ondanks dat je het een beetje aan de kant wil zetten en een plekje wil geven. Maar je komt er niet onderuit. En toen dacht ik bij mezelf van, ik wil het leven beëindigen op mijn manier. En geen lijdensweg. En toen heb ik dan met mijn huisarts erover gehad, over euthanasie. Maar omdat alles zo veel was in mijn leven op dat moment, zei ik van,
Nou, laten we het er nog maar een keertje over hebben, wanneer ik mijn hoofd heb leeggemaakt. Maar ik twijfelde niet over, want al jaren geleden zei ik van, ik wil liever 26 en dat ik als mezelf het leven verlaat, dan de 30 met een heel lang ziektebed. En ik ben heel blij dat het een jaar is geworden voor mijn euthanasie. Want dit is echt wat ik wil, mijn laatste wens. En het is niet een makkelijke keuze geweest om te kiezen om voor je dood. Maar de leuke dagen wegen niet meer op tegen de slechte dagen. En zoveel pijn dat het echt ondraaglijk wordt. En denk ik, ik ben er nu klaar voor. Ik kijk ernaar uit. Zo. Ja, 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 ja. Mijn tweede moeder heet eigenlijk gewoon Tante Maria. Zo spreek ik er ook al jaren aan. 20 jaar geleden werd ik haar buurmeisje. Mijn moeder leefde toen nog. En mijn zusje en mijn vader waren als gezinnetje nog bij elkaar. En dat is gewoon een moordvrouw. En ik zal nooit iemand anders mijn tweede moeder noemen. Maar haar wel. We hebben vaak natuurlijk oneenigheid gehad, want ik was ook geen lievertje. Maar het is wel een vrouw met wijze woorden. Waarvan ik later altijd dacht van, ze had toch wel gelijk. En ze doet alles voor iedereen. Ja, wij zijn gewoon heel hecht. Het is altijd mijn vertrouwenspersoon geweest. En haar dochter Christel, dat is mijn stiefzus. Je hebt er zin in. Ja, geweldig. Zo blij met hun. Doei. Doei, meiden, dankjewel. Dag, tot de markt. Dag, schat. Dag, lievertje. Kom op, mensen. Geld moet rollen. Rol het maar naar mijn kant. Oké, schat. Wil u de hangertjes erbij? Dat geeft chic. Toen Brisse klein was, toen kon je zien dat het niet klopte. De verhouding van het lichaampje klopte niet. Ze had bijvoorbeeld hele brede schouders, ze was heel smal en een heel kort lijfje. Het klopte gewoon niet. En ze leek sprekend op de moeder. Het was dezelfde stem en dezelfde lach en dezelfde streken. Het was precies de moeder. Dus eigenlijk, ik denk dat Pris van binnenuit dat ook wel geweten had. En ja, het is heel raar. Pris is daar eigenlijk... ja, heel goed mee omgegaan. Ze heeft een noten zielenpoot gespeeld. Maar ze werd ook niet behandeld als zielenpoot. Er werd helemaal geen uitzondering voor gemaakt. Maar je merkte er ook niks aan haar. Op dat moment, ja, ze was ill. Maar voor de rest niet. Maar toen ze, zeg maar, ouder werd en haar eigen woningje kreeg... toen kon je wel merken dat ze toch wel andere dingen deed. Want in het begin, omdat ze hier nog beneden woonde... en mijn moeder eigenlijk nog een beetje op haar kon letten... ja, toen ging het eigenlijk, wat ik zeg, gewoon. Maar toen ze op haar eigen ging wonen, ja, was ze een beetje los. En had je niet echt meer de controle over haar. En ja, die raak je dan langzaam kwijt. En toen kreeg Priscil, ja, hoe moet ik het netjes zeggen? Een beetje scheid, zeg maar, aan bepaalde dingen, instanties, mensen. Vriendjes. Dus, vriendjes. Ja, dan was het gewoon van, nou ja, als hij me niet leuk vindt... of niet doet wat ik wil, neem toch gewoon een ander. Zoek het lekker uit. En dan hup, was het de volgende. En dan belde ze weer op. Chris, ik heb er nou een. Nou ja, en dan lag ik natuurlijk weer helemaal in thuis. Nou, vertel maar. Nou, het hele verhaal natuurlijk. En dan volgende dag zei ze van... nee, ik heb hem toch maar niet gebeld. Ik ga wel van het weekend weer stappen. En dan vind ik wel weer een ander. Ja, dat is Chris. Dat was gewoon Chris. Dat soort streken. Ze keken makkelijker tegenaan. Maar ik denk dat het ook is dat ze niet wou hechten. Weet je, zodra, ik denk dat ook een idee was, zodra iets dichtbij kwam, dat ze bang was van, dan vladden ze weer weg. Dan was het Prisje weer. En de ene keer was het een heks. En de andere keer was het Pris. Je zag er de laatste tijd weinig, want het was kroegenvlindertje geworden. En als ze kwam, dacht ik, oh, daar heb je die weer. En dan was het iets, hoe is het met u? Zeg ik, goed, schat. En hoe is het op de markt? Ja, ook goed, schat. En dan zei ik, heb je wat? Nee hoor, nee, nee. En dan was het een uur of 9:30 en dan keek ik naar de klok. En dan dacht ik, oh ja, stap daar. Zet tante maar, zeg het eens. Kan ik voor nu 25 euro lenen? Zeg ik, waarvoor? Ja, ik moet naar de stad. En
Zeg ik, ja, maar ik krijg het wel terug. Ja, dinsdag. Zeg ik, oké, dat wist ik ook wel. En ik had het nog niet gegeven. En dan zei ze, kleed me even om. Want ze wist wel dat ze het kreeg. Want ze had er net kaas al lang bij haar. En dan ging ze in de slaapkamer zo opgetut. En dan zei ze tegen me, wil u even taxi bellen? En dan dacht ik, ah, ik kan mij het schelen, laat vlinderen. Simpel. Daar gaat ze. Hoe lang nog? Dus, vond goed. Prima. Ja. Maar dat zeg ik, het was niet een doetje. Want iedereen denkt van vlindertje. En iedereen die overleden is, die is goed en lief. Wel, nee. Wel, nee. Het was een heksie, een spookie en een vlindertje. Het was 3-in-1. Het was van allemaal wat. Want als er dan kwam en een, de echte pris... Ik denk dat die laatste vriendinnen niet eens die echte pris hebben gezien heb. Want ik denk dat ze de leven lang, vanaf de 16e zeker, toneel gespeeld heb. Ze heb gewoon toneel gespeeld. Alleen als ze dan hier eens een keertje kwam, als ze dus echt de weg kwijt was, dan zat ze hier op de bank, op het hoekje. En ja, dat was dan de echte pris. Huilen en in elkaar zitten en ja, verdrietig. In slaap vallen. En in slaap vallen. Dan was ze echt doodmoe. En dan liet ik haar slapen en dacht ik, ach. En dan een uurtje, en na een paar uur liet ik liggen tot ze wakker werd. Kreeg ze een broodje van me. En dan schudde ze eruit als een hondje. En dan zei ze, ik ga vanavond, zeg ik heb gelijk. En dan had ze de tasje al bij haar, want ze wist dat ze ging. En dan kwamen de netkousen en de lange laarzen en hup. En dan, het verschil, dat was, nou dat is niet te vertellen. Wat er op die bank lag, dat hulpeloze meisje. En die tiethaan die naar buiten ging, dacht ik, hoe is het mogelijk? En dan huppelde ze weer de stad in. Ik denk dat die stad heeft haar nooit zo gezien. Die heeft die echte Priscilla niet gezien. Nee, dat meisje wat eigenlijk helemaal verloren zit, die hebben ze niet gezien. Dat vlindertje. En mij dan de heks. En het spookie. Simpel. Ze had natuurlijk geen borst ook. En op een gegeven moment, met de chirurg die de moeder ook geholpen had, een deeltje gemaakt. Via het ziekenfonds voor elkaar gekregen. Zij kreeg borst. Nou, dat was helemaal te gek. Die borsten zaten er amper op. Of er kwam een gigantische vlinder op. Een hele mooie, zo'n grote. 2 jaar geleden, ja, een jaar geleden, komt die dokter. Die komt met een verhaal, zegt hij, ja, Priscil, we kunnen er niet veel aan doen, maar we kunnen een pacemakertje inzetten. Hij zegt, en als je hartje dan wat minder werkt, dan kan hij hem een setje geven en dan loopt hij weer. Ze laat die dokter dat hele verhaal vertellen. En toen zegt hij, toen zei ze, waar komt dat dan? Toen zegt hij, hier. Priscil kijkt naar de borsten. En die kijkt naar de vlindertje. En die kijkt die dokter. Ze is een domme vlindertje. Zegt hij, ja, ja. Ze is een nou, dat dacht ik niet. Dus dat ging helemaal niet door. Tot een half uurtje van de 17 uur. Later. De dag dat ik de diagnose kreeg, was ik op mijn werk en ik werd gebeld. Omdat ik daar om had gevraagd van vertel het me meteen als jullie de uitslag binnen hebben. Toen ben ik opgebeld. Toen bleek dus dat ik exact dezelfde ziekte heb als mijn moeder. Toen stortte de wereld heel eventjes voor me in, want ja, ik was op mijn werk en ik wist niet anders. Ik dacht, heb ik 10 minuten gehaald, ben ik naar huis gegaan. Heb me heel verrot gevoeld. Maar na geen half uur dacht ik van ja, Pris, leg het naast je neer.
Probeer ervoor te gaan en maak wat van je leven wat te maken valt. Die keus heb ik gekregen van, ga ik mezelf zielig vinden? Depressief, medelijden voor mezelf. Of het een plaatje geven. En te leren te accepteren van, dit is mijn leven en dit hoort er niet bij. En daar heb ik voor gekozen. Ik heb een tijdje met in zak en as gezeten. Toen dacht ik, ik moet genieten. En als ik dan weer een paar dagen thuis zat met mijn gordijnen dicht, dacht ik van, kom op Pris, je moet eruit. Hier word je niet gelukkig van. En ga ervoor. En zorg dat je terug kan kijken op een hele leuke en avontuurlijke tijd. Ze is niet meer de Priscilla die ze was. Ze was echt elke dag een feestje, leuke dingen doen. Maar ja, nu zit ze hier in die kamer en ze komt het bed bijna niet meer uit. En ze zegt, ja, ik wil dat jullie me gewoon zo herinneren zoals ik ben. En niet als een ziek persoon, dat ik nog 4 jaar... Nou ja, dat zou ze geen eens meer redden nu, maar dat ze dan niks meer kan. En dat is echt, dat heeft ze altijd gezegd en dat... Daardoor, toen ze nu heeft besloten om het echt te doen, het was niet echt een verrassing. Maar natuurlijk wel dat het zo snel gaat. Maar aan de andere kant, ze is ook wel echt nu op. Dat zie je gewoon aan haar. Ja, nu de dag steeds dichterbij komt, je moet er wel aan denken. Het schiet natuurlijk elk moment van de dag door je hoofd. Ja, dus dat is... Moeilijk, maar het helpt wel dat we, toen ze hoorde dat de euthanasie doorging, dat ze goedkeuring heeft gekregen van haar artsen. Toen belden we er ook op, gefeliciteerd gehad. En het is raar, want ja, het betekent ook dat je natuurlijk je vriendin verliest. Maar we zijn zo blij voor haar dat ze, ja, dit is haar laatste wens. Komt zo dichtbij opeens nu, hè? Word je nu ook niet zenuwachtig als je denkt dat het overmorgen is? Nee. Of denk je juist eindelijk? Ja. Ik mag eindelijk. Het is niet anders. Ja, het is onwerkelijk, maar het is wel iets waar ik niet toe leef. En een nieuw avontuur houden. Ja. Gaat. Ja, zie je dat zo? Ja. Ze is te nieuwsgierig, hè? Ja. Ja. Helaas kan ik niet terugkomen. Ja, niet helemaal. Tekens geven. Ja. Of je... Ja, maar het kan toch nooit erger zijn dan het leven zelf, denk ik. Nee, dat is waar. Ja. Ja. Het klinkt heel hard, maar... Ja, ik vind het wel goed. Ik denk dat het mooier is dan het leven hier op aarde. Nou, ik hoop vooral gewoon dat je je moeder kan zien of voelen of zo. Ja, daar ga ik wel vandaan. Ja. Ja. Ik zal wel een paar tikken voor mazes krijgen. Dit had je niet zo moeten doen toen. Ja. Je gaat het weet je, heb je daar gewoon weer, ga je gewoon door of zo. Ik weet niet, ik zou ook zo nieuwsgierig zijn. Ik weet niet, ik weet alleen hoe jullie uiteindelijk kan, dat jullie oud en geregeld zijn. Ja, laten we het hopen. Jullie mogen niet eerder komen. Nee, zorg jij daarvoor, zullen we daarvoor een afspraak maken? Ja. 60 jaar is wel lang, hè? Na 85, 86. Mooie leeftijd. Oh, ik wou niet zeggen. Ja, je hebt wel echt de juiste beslissing gemaakt, denk ik. Door het nu te doen, hè, zeg maar. En niet over een maand, 3 maanden. Ja, het is gewoon ongelooflijk wat er, ja, weet je, je verliest je beste vriendin,
Want ja, je hebt wel eens vroeger dat je jonger bent of zo, dat je denkt, ja, stel je voor je beste vriendin gaat dood. Nou ja, nu gebeurt dat dus. Dat is al echt heel bizar. Maar het houdt me wel sterk dat dit een wens is van Pris en dat, dat ze gaat zoals zij dat gewild heeft. En de gedachte dat ze terug gaat naar haar moeder, dat ja, is ook een goede gedachte. Ja. En het is goed. Het is goed zo. Want ze verdient ook niet om langer pijn te hebben. Maar het is wel iets ja, onbeschrijfelijks. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik dit samen met Valeska kan meemaken. Omdat ik samen met Valeska ook zo lang ken. Dat we met z'n drie ook zulke goede vriendinnen zijn. Ja, ja. Ik ben gewoon niet blij met jou. Nee. Ja, dat heeft ook zo grappig. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik ben niet bang om dood te gaan. Het is al over 3 dagen zover. 14 september op mijn verjaardag heb ik ook een bewuste keuze van gemaakt. Want ik weet dat als nabestaande dat je de jaren daarna ellendige dagen hebt op de geboortedag, verjaardag, dag van overlijden. Nou, de feestdagen komen daar nog bij, dag van de begrafenis. En ik wil toch al niet meer verder. Waarom zou ik dan eigenlijk mijn verjaardag nog vieren en dan later mijn euthanasie doen? En nu krijg ik een afscheids- en een verjaardagsfeestje op 13 september. Het zal meer een afscheidsfeestje zijn. Maar ik wil gewoon vrolijk uit het leven kunnen stappen. Op mijn manier. Zij heeft dat... Ja, ze hebben alles geregeld. Ze hebben echt alles geregeld. Zoals de dokter die vroeg van, weet Priscilla? Ja, ze, dat weet ik. De dokter kon haar niks meer vertellen, want ze wist, als Nederland het niet goed gevonden had, had ze al helemaal uitgestippeld dat ze naar Zwitserland ging. Want daar mag wel euthanasie gepleegd worden. Kon ze me zo vertellen. Ze wist precies hoe het ging. Dat was helemaal geen verrassing voor haar. En ze sleepte ons eigenlijk heel makkelijk mee in die reis naar het einde, zeg maar. En je begrijpt het misschien niet omdat zij zo heel erg jong was. Maar als je nou gezien hebt hoe de moedertje gevochten hebt tot het bittere einde, dan begrijp je misschien beter waarom ze dat op deze leeftijd wou. Maar ja, dat zeg ik, we zijn er naartoe gegroeid. Ik ben heel hard en ergens diep in mijn hart blij dat ze het zelf heeft uitgekozen. En precies, het is precies gebeurd zoals zij wou. En ik moet zeggen, ik ben heel dankbaar voor de mensen die begeleid hebben dat die het allemaal goed gevonden hebben. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Want anders had het wel eens heel raar kunnen lopen. En dan, ja, dan doe je misschien dingen die niet mogen. Maar ik ben heel dankbaar dat ze toegestemd hebben. En ik heb er echt vrede mee. Ik zal de euthanasie niet uitstellen, omdat ik... Ik heb verschillende dagen. De ene dag ben ik heel erg moe en... Ik kan niks meer, maar zoals vandaag kan ik nog behoorlijk praten en aanwezig zijn. Maar het uitstellen van de euthanasie, nee, ik sta er 100% achter. En ook al weet ik dat je het op het laatste moment nog mag afblazen, nee, dat zou ik niet doen. Totaal niet. Ik ben er klaar voor. Ik ga naar mijn moeder toe en daar hou ik me aan vast. Ik heb al lang genoeg moeten missen. En ik weet dat zij me met open armen zou ontvangen. En daar kijk ik naar uit. Het mag nu gebeuren! Ja, mensen, kom op, maar we zijn open hoor. Ik ben gewoon hier. Zijn deze voor pasgeboren kindjes? Ja, 0 tot 6 maandjes. Allemaal. En ik heb ook met verschillende teksten. Kijk, mama en opa. Oma heb ik zelfs ook nog ertussen. Maar het is voor een meisje, zei je toch? Oh, ja. Ik denk dat die er ook nog in het blauw is. Zal ik even voor je kijken? En ze wou kindjes. Ja, heel graag. Daar had ze het ook heel moeilijk mee dat haar vriendinnen allemaal kinderen hadden en of zwanger waren. En dat kon zij niet. Dat is ook een van de redenen dat ze niet echt
meer een toekomst zag. En zij zei zelf ook, ze was wel helder genoeg om te zeggen van, kijk, weet je, ik zou misschien wel een gezond kindje kunnen krijgen. 50% kans gewoon op een gezond kindje. Maar dan zei ze ook, ja, stel nou dat mijn kindje gezond is, dan raakt het wel heel snel zijn moeder kwijt. En daar heb ik al die jaren ook zoveel verdriet van gehad. Dus dat heeft ze zich wel beseft. Maar dat maakt het voor haar niet minder pijnlijk. Ze heeft er heel veel verdriet van gehad, ja. Nee, inderdaad. Dat wist ik allemaal. Geen kinderen. Geen relatie. Ja, daar schrik ik mezelf vooral. Ja, geen huisje, boompje, beestje in ieder geval. Maar daardoor heb ik wel de stad ontdekt. En daar, dat was mijn vervanging. Het is mijn ex-vriendje van 6 jaar geleden. En ik ga zo meteen met mijn maatje Patrick gaan we nog naar het strand. Om gewoon samen nog eventjes te kunnen zijn. En die jongen betekent heel veel voor me. En wat wij hebben, dat is gewoon iets heel aparts. Ja, zij was 18, ik was 7 toen het begon. En wow, we deden de gekste dingen, weet je. Ik had nog geen eens rijbewijs en ik reed in haar auto, dat soort dingen, weet je. Gewoon omgaan. En ja, ik weet niet, ik woonde half bij haar toen. Ze woonde nog bij de vader toen. Maar ik was daar elke dag, ik sliep daar elke dag. En het was gewoon één gezellige boel, spelletje spelen. En ja, leuk naar casino gaan, uit eten gaan. En ja, het was gewoon een perfect plaatje of zo op die manier. Mm-hmm. Waar is ze? Ja. Ze is een beetje. Ik heb altijd gezegd, ja, het maakt mij niet uit. Ik neem je zoals je bent en het is leuk zo. En, ja, af en toe had ik wel te maken met de consequenties, dat ze pijn had en zo. En ja, maar als jonge jongen dan weet je ook niet hoe of wat, hoe je daarmee moet omgaan of reageren. Of, ja, het was gewoon zo. En, ja, het was niet echt een obstakel of zo, zo zag ik het ook niet. En, nou, ik zie jullie vanavond. Tot ziens. Dankjewel. Tot vanavond. Ja. Doei, schat. Doei. Tot vanavond. Ja. Die kleine. Dat gaat je. Doei, doei. Dat is hier, hè? Ja. Zie je straks. Tot vanavond, ja. Ja. Goed maar. Ja. Doeg. Ik red bij jou ook. Charmeur. Gaat u maar. Dank u wel, meneer. Let niet op de rotsen. Nee. Zet een pantoffel in je auto. Geef voor. We hadden gewoon een leuke tijd samen en ja, we deden gewoon veel dingen. Op een gegeven moment ja, toen kreeg ik te horen dat ze zwanger van me was. En toen, ja, op dat moment ging het bij mij wel een belletje rinkelen van ja, ik kan wel zwanger zijn. En, maar wat heb ik, weet je? Ik blijf achter met iemand, weet je? En
ja, op dat moment ging er wel een belletje rinkelen van hey, je bent ziek, straks ben ik alleen. En dan, ja, op dat moment wou ik dat niet. En was ik gewoon egoïstisch. Ik zei van ja, sorry, maar ik kan het niet. Weet je, ik kan niet later in mijn eentje achterblijven. Terwijl, ja, het ideale plaatje is er niet. Zeg maar. En misschien is het egoïstisch van mij om zo te denken of zo. Maar ja, zo was het gewoon in die tijd. En toen hebben we gewoon samen besloten om het ook weg te halen. En dat heeft ze toen ook gedaan. En toen, ja, eigenlijk door dat deed me ook beseffen van, ja, er is geen toekomst eigenlijk. En toen, ja, door dat ben ik ook een stapje terug gedaan en zijn we later uit elkaar gegaan. Ik heb het wel heel moeilijk gehad hoor. Ik heb het nooit los kunnen laten eigenlijk. Dus dat is wel heel moeilijk geweest. Oh, ik was zo verdrietig toen het over was. Ik heb nog nooit zoveel tranen gelaten. Zelfs nu ik op mijn eind ben en morgen dan me uit een ziel laat doen. Dat is... Nu huil ik bijna niet. Maar ik was zo verdrietig daarom. Maar we hebben altijd contact gehad, daarna nog. Wat het aan de ene kant heel moeilijk maakt. Aan de andere kant heeft het wel iets moois opgeleverd. En het is dat we nu nog steeds voor elkaar er zijn. Toen het duidelijk werd dat ze de euthanasiedatum zelf mocht bepalen, heeft ze besloten om dat op haar verjaardag te doen. En, zijn wij er eigenlijk omheen dingen gaan regelen voor haar. En ballonnen en dingen en uitnodigingen. En wat het ook was, ze wilde ook niet. Want ze had, op een gegeven moment was het nog een maand of twee weken. En ze zegt, ik ben een beetje klaar met mensen die de hele tijd vragen of ik langskom. Of we wat gaan doen. Want iedereen wilde er natuurlijk nog zien. En met haar afspreken en beide zijn. Maar ja, wij waren niet de enige. Dat waren er, weet ik veel hoeveel. Ja. Dus voelde zich daar ook wel een beetje schuldig. Ja, heel erg. Dus ze zei, weet je, op zo'n feestje dan ziet iedereen mij nog. Weet je, dus dan heeft iedereen nog een goed gevoel. Dan heb ik ze nog gezien. En dan kunnen we het zo doen. In plaats van dat ik naar iedereen toe moet. Plus, het stond gewoon voor haar leven. Weet je, vroeger zei ze al, toen wij de leren kennen tenminste, dat zei ze tegen mij, als ik dood ga, wordt er een feestje. Ja. En jullie gaan allemaal dansen. Daarom, weet je wat Fles ook zegt, ze heeft gewoon zo helemaal haar eigen leven bepaald, geregisseerd. En het is gewoon echt een sprookje. Zal ik het zo houden? Ja, ziet er goed uit. Wat vind je er eigenlijk van dat er een feestje wordt gedaan? Alsnog? Ik vind het wel knap dat je het toch nog doet. En vandaag, het is best wel speciaal. Verjaardag. En ik probeer hier gewoon een leuke avond van te maken. En morgen is morgen en vandaag iets leuks, zeg maar. Ja. Maar als ik de spanning voel, zou ik echt wel een traantje kunnen laten. Wow. Ik denk dat ik ook wat traantjes ga laten vandaag. Ja. Het is een feestje. Omdat het ook mijn verjaardag is. En de dag van mijn euthanasie. Ik heb hier echt naartoe geleefd. En misschien dat ik morgen wel... Dat het me misschien gaat benauwen. Maar tot nu toe heb ik dat helemaal niet gehad. Het is voor mij een soort van, ik kan op mijn eigen manier dit allemaal afsluiten. Een mooier cadeau zou ik niet kunnen krijgen op mijn verjaardag. Ja? Ja. Nou, dan zal ik mijn schoentjes maar aan gaan trekken. We gaan ervoor. Ik heb heel veel pijn. We gaan er wel een feestje van maken. Tot Amsterdam. Ja, mijn laatste dag in Amsterdam.
bijna uiteindelijk. Slapen. Ja. Ja, inderdaad. Hey. Hallo. Hey. Oh, dag knoppertje. Ik ben boos, ik ben verdrietig, alles door elkaar. Maar dat het laatste jaar, dat bespaard is, ja, daar ben ik tevreden mee. Ik heb ook tegen die dokter gezegd, als je het niet doet, zeg, het was al goedgekeurd hoor. Het was allemaal rond, we hebben er heel rustig over gesproken. En toen zeg ik tegen de dokter, ik ben blij dat je het goedgekeurd hebt, want... Dat klinkt misschien lullig, mag het misschien niet zeggen. Ik had er geholpen. Ja, ik had er geholpen als er echt, als iemand anders het niet had gedaan. Ja. Bedankt voor alles. Opa. Bedankt. Oude bouwen. Ja. We gaan naar binnen, zo ziek. Nou, dat is erg. Lieve mensen, het is bijna 12 uur. Nou, het is 12 uur, hoor ik net. En dat betekent dat ons kleine vriendetje jarig is. Prisje! Mensen, we maken nog één groot feest. Want morgen gaan we janken. Nu gaan we suipen en feesten. Ja! Voor iedereen, want als het weet je zelf wel wat sommigen zijn feest. Maar dat hoort bij het leven, want het leven is gefeest. Ik hoef het je niet uit te leggen, ik weet dat je het weet. Wij delen wat ik zie, als ik terug kijk in de tijd. Je toekomst wel bepaald, maar toch had je naar de schijf. En dat verdient respect, maar toch geen vakken fout. Ik was niet altijd goed, terwijl ik wel van je hou. En daar is waar ik ben, als ik heb wat ik heb. Voor mij ben je nog geen en dan zal je blijven schat. Verlaat het in mijn hart, in mijn ziel voor mijn nageslacht. Omdat ik egoïstisch was, geen toekomst zonder moeder zag. Hoe kan ik er nog zeggen? Ik wil je echt bedanken dat je tot het einde bij me bleef. Samen, 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 samen
oplossen. Ik voel me slecht. Mijn zoon vanmorgen zoveel pijn. Ik heb dubbele dosis gekregen van de pijnstillers. En ik kan me ook amper openhouden. Ik weet gewoon niet zelf wat ik moet doen. Zitten, liggen. Het is gewoon... dat alles gewoon niet klaar is. En het is bijna zover. Dus daar zit ik gewoon op te wachten eigenlijk. Het is allemaal gegaan zoals ik wilde. En het gaat nu nog zoals ik wil. En dit is mijn manier geweest om gedachten te zeggen tegen iedereen. En vandaag dus om rust te nemen. Te vinden. Mooier kan het niet. Mm-hmm. Dan mag je slapen. Weet je het zeker? Ja. Echt? Ja. Okay. Het is niet zo van ik heb het gepland en nou nee. Moet het. Het moet niet. Nee. Maar dan kan je net zo goed graag bij hebben. Nee, maar ik wil niet. Oké. Ik wil schatten. Oké. Thank you.
Dag schatje. Ja. Ze heeft het mooiste graf. En ze heeft hem zelf uitgekozen. Ja. Maar het zou leuk zijn als ze er nog bij stond. Nee. Ja. Ja, het is niet anders. Doeg! Ze heeft haar eigen graf gekozen. Maar vlindertje, en dan denk ik vlindertje. En dan kijk ik naar dat hartje wat ze uitgezocht had. Denk ik, nou, als ik het had mogen kiezen, had er een heks met een bezemsteel opgekomen. Maar ja, die kan je niet maken. Want in de laatste anderhalf, twee jaar was zij het nachtvlindertje. Ja, diep in mijn hart, denk ik. Het had eigenlijk een heks met een bezemsteel moeten zijn. En een knop. Nee, dat lag niet van de. Zo kattenkop was het. Dat was Pris. Dat hoorde erbij.